Voor de laatste keer was er een kindergemeenteraad in de gemeente Woudrichem. Basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 die in de kindergemeenteraad zitten, mochten €2000 aan hun project besteden. De projecten moeten dan wel tegoedkomen aan de lokale maatschappij binnen de gemeente Woudrichem. Met de slag van de hamer werd de raadsvergadering geopend door de burgemeester. Dames en heren, het is 7:00. Wij gaan deze raadsvergadering beginnen. Ik heet u allen zeer welkom. Alle kinderen van de 4 deelnemende scholen, Ebenezer, groep A en B, Oudendijk en Travelijn. En ook uit alle ouders uiteraard, zeer welkom. En de leden van de gemeenteraad, 16 leden, zeer welkom. En aan mijn kant 3 wethouders. Dat wordt spannend vanavond. En spannend was het zeker, vooral voor de deelnemende projecten. Nou, naar de prijzen gekeken, kunnen 3, 4 en 5 samen. Maar kan dat ook of kan dat niet? Dat moeten jullie bepalen. De raad bepaalt, hè? Ik niet. En na het debat was het dan toch tijd om een stemming te doen. Weggestemd. Dus. Project 2, workshop animatie voor jong creatief talent. Wie is voor dat project? Geen meerderheid, ook unaniem niet. Project 3, meer dan alleen voetballen. Wie is voor dit project? De wethouders mogen niet meestemmen. Even voor de voetballen. Even de vinger omhoog. 1, 2. Dus voor dit project. 1. Even goed je handen omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 van de 16. Daarmee is dit project bij meerderheid gekozen. Dat is 1. Dus dat is €500 hebben we al binnen nu, hè? Dan Urban Sport 24 Fit Woudrichem. Wie is voor dit project? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dat is ook een meerderheid. 9 van de 16. En dan schilderen met ouderen in verzorgingshuizen. Ja, dat is unaniem. Dat betekent dus dat er 3 projecten nu gekozen zijn. En dat past helemaal binnen het budget van die €2000. Dus prachtig. Eerste reactie? Nou, fantastisch mooi natuurlijk dat we deze prijs gewonnen hebben. En dat de kindergemeenteraad dit project, de argumenten die we daar ondergelegd hebben, dat ze die ook hebben kunnen waarderen. Wat gaan jullie met het geld doen? Nou, we hebben dit project ingediend om workshops te gaan organiseren voor onze trainers, leiders, vrijwilligers, ouders. Om alle elementen die in onze maatschappij aandacht verdienen, zoals drugsgebruik, roken, alcohol, gewenst, ongewenst gedrag, intimiderend gedrag. Om daar onze leden van de voetbalclub ook voor te instrueren en op te leiden. De gevaren die daar aan verbonden zijn. Eerste reactie? Ja, ik ben overdonderd. Ik vond het zo fantastisch dat die jongeren zich zo goed voorbereid hadden. Dat ze wisten waar ze over spraken. De debatten die ze over en weer aangingen. Fantastisch. Wat gaan jullie met dit geld doen? Ik ga de middelen verkopen. Ik ga sportartikelen kopen om nog meer mensen aan het sporten te helpen in de buitenlucht. En daarbij, laat maar zeggen, zoveel mogelijk afwisseling te kunnen aanbieden. En dat natuurlijk gewoon helemaal gratis. Dus iedereen kan meedoen. En dat heb ik op 2 dagen in de week. Dat is inderdaad dinsdag en de donderdag. Gezette tijden. En ook als het regent, dan hebben we het gewoon bij het benzinestation. Die heeft zich beschikbaar gesteld om gewoon onderdak te bieden. Dus wat dat betreft, ja, we kunnen het eigenlijk altijd doen. En ik heb steeds een grotere groep, laat maar zeggen, die daar toch wel interesse in heeft. En ik vind het nou zo leuk om met deze middelen die we zojuist ontvangen hebben, om daar boksen, laat maar zeggen, aan te bieden. Allerlei clinics te doen en gewoon lekker gezond bezig zijn. Uw eerste reactie? Ja, ik ben heel erg blij. We kunnen weer wat bloks kopen voor de bewoners. We gebruiken goede aquarelbloks. En daar zijn we heel blij mee, want wij zijn afhankelijk van sponsoren. En, dus we hebben af en toe iemand nodig die ons wat toestopt. Wat gaat u met het geld doen? Ik ben van de schildergroep in Altenahoven, in Antonia, in Lemmerskamp, in Groezaten. En wij schilderen elke week met de bewoners die het willen. En we hebben een vaste groep. We proberen ook in de zomervakantie altijd door te gaan. Dus er wordt veel geschilderd. Hoe vonden jullie het om in deze raad te zitten? Ja, echt superleuk.
Wat hebben jullie nu eigenlijk gedaan allemaal? Nou, we hebben geleerd hoe je dingen echt goed moet voorbereiden en ook goede argumenten verzinnen tegen iemand of juist voor iemand. En wat vonden jullie nu het leukste project? Wij vonden vijf wel een heel goed project, want wij willen ook wel dat ouderen echt iets nog kunnen doen. En we werden ook heel vrolijk ontvangen toen we daar langs gingen en de mailen werden heel goed geschreven. En dat vonden we een hele goede organisatie. Vonden jullie het niet spannend? Jawel, een beetje, maar ook weer niet zo spannend. Het is gewoon eigenlijk staan voor je eigen argumenten en ze goed proberen te verdedigen. En laten de politiek in? Ja, nou, ik heb wel van een klasgenootje gehoord dat hij mij later nog wel ziet zitten in de Eerste of Tweede Kamer. Maar ik weet nog niet zeker of ik dat wel ga doen.